actie, de propagandafilm over slavendrijver en zeerover Michiel de Rover, ook wel bekend als Michiel de Ruiter, is dit een serie korte filmpjes over het Nederlandse slavernijverleden in Suriname. Aangezien het Nederlandse onderwijs systematisch deze oorlogsmisdadigers als helden wegzet, moeten we het onderwijs zelf ter hand nemen. Je zou het toch ook niet accepteren als je kinderen op school zouden leren dat de nazi's helden waren? Dit is een aantal filmpjes over de echte helden uit de Nederlandse geschiedenis. Degene die zich verzetten tegen het Nederlandse kolonialisme. Hoe was het mogelijk dat arbeidskrachten weggelokt konden worden uit het van nature zo rijke Indië? Vanaf de oprichting van de Oost-Indische Compagnie in 1602 was de bevolking uitgeplunderd, met als enige doel de Europese markt te voorzien van winstgevende tropische producten. Ten gevolge van dit bewind was het bevolkingsaantal van Indië aan het eind van de 18e eeuw met een derde verminderd. In 1824 nam de Indische Handelsmaatschappij de taak van de compagnie over. De uitbuiting van de bevolking ging onverminderd voort. Hoge belasting werd geheven, goede bouwgrond ontnomen. De bevolking werd gedwongen tot arbeid voor de Nederlandse markt, vaak tegen een loon van slechts enkele guldens per jaar. Vooral op Java steeg de nood. Men zag geen kans meer om een minimum bestaan op te bouwen. Het was dan ook geen wonder dat omstreeks 1900 ruim 300.000 Javanen als contractarbeiders elders werk zochten. Van deze situatie maakte de Nederlandse Handelsmaatschappij gebruik om contractarbeiders te ronselen voor haar bezitting in Suriname, de suikerplantage Marienburg. In 1890 vertrokken de eerste Javaanse emigranten naar Suriname. Was het handelswaar of waren het mensen die de Nederlandse Handelsmaatschappij over zee liet vervoeren, als haringen in een ton in het scheepsruim opeengepakt? De reis duurde 3,5 maand. Er was tekort aan voedsel. Wat er was, was bedorven. Er waren geen warme kleren. Er braken epidemieën uit. Bij een van de eerste reizen stierven er 48 van de 612 emigranten. 200 waren er ernstig ziek. Zo sprong de Nederlandse Handelsmaatschappij om met de belangen van haar arbeiders. Diezelfde maatschappij is nu opgegaan in de Algemene Bank Nederland.